We hebben zojuist een gesprek gehad met het kabinet namens de drie koepels. VNG was erbij, Unie van Waterschappen was erbij en ik was erbij vanuit de IPO. En de reden dat we met elkaar om tafel hebben gezeten is dat wij als mede-overheid, dus wij als provincie, krijgen gewoon structureel te weinig geld om alle taken uit te voeren die we uitvoeren. Dus een paar maanden geleden hebben we dit gesprek ook gevoerd. Toen heeft het kabinet erkend dat de taken die we uitvoeren en het geld wat we daarvoor krijgen, dat dat niet in evenwicht is. Dit was een tweede gesprek. En we hebben nu ook duidelijk laten zien waar het knelt. Dus wij krijgen geld voor onderhoud van de wegen, maar de kosten stijgen veel harder als het geld wat we krijgen. Geld ook voor het openbaar vervoer. We krijgen geld van de overheid voor openbaar vervoer. Maar de kosten stijgen zo hard dat wij niet kunnen garanderen dat de bussen kunnen blijven rijden. En zo zijn er ook afspraken gemaakt over agrarisch natuurbeheer, waar nu geen geld voor komt. Dus we hebben echt wel een probleem. En wat ingewikkeld is, is er zit nu een demissionair kabinet die het moeilijk vindt om afspraken te maken. Dus we hebben echt gepleit, zorg dat dit probleem helder is. Ga nadenken over een korte termijn oplossing. Ga goed nadenken over de opschalingskorting. Die is jaren geleden bedacht, maar dat geld dat kunnen we eigenlijk niet missen. En we hebben ook afspraken gemaakt over vervolgoverleggen. Dus dat elk ministerie aan de nieuwe minister gaat vertellen dat we het echt moeten hebben of alle taken nog wel uitgevoerd kunnen worden voor dit geld. En we hopen dat er ook aan de formatietafel veel aandacht is voor deze problemen. Want de ingewikkeldheid is dat als wij het geld niet krijgen, dat onze inwoners daar direct problemen mee hebben. Het gaat om de veiligheid van de wegen, het gaat om het rijden van de bussen. En wij willen gewoon dat er in elke regio gewoon voldoende infrastructuur blijft, dat mensen daar goed kunnen blijven wonen.